In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power. This is the day the Lord has made. Let us rejoice. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation. When you put your trust in God, nothing can stop you. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power. Van harte welkom bij de eerste aflevering van Hour of Power in het nieuwe jaar. Dit is ons 22e jaar en we zijn ongelooflijk blij dat we elk jaar zoveel afleveringen van Hour of Power mogen maken. We gaan zo meteen naar de kerk in Shepherd Grove. En dit keer, u heeft de kerstafleveringen gezien, was met kerkgangers en met het volledige koor. Maar nu is de kerk helaas weer leeg. En laten we hopen dat dat dit jaar verandert. Het koor zingt virtueel Thine Be the Glory. En dan hebben we het kinderkoor van Hour of Power. Wat kunnen die meisjes fantastisch zingen. En ze zingen een liedje van Lauren Daigle. En ze zingen ook heel swingend Joyful, Joyful. Bobby Schuller begint met een nieuwe prekenserie. En dat gaat over leven met lef. En mijn gast vanmorgen is Jurjen ten Brinke, bekende televisiedominee. En Jurjen, hoe heb jij het oude jaar afgesloten? In sfeer, met mijn gezin, met vrienden, terugkijkend dat het toch wel heel anders was allemaal in 2020 dan we dachten. Maar ook wel hoopvol. Ga je levend met lef het nieuwe jaar in? Ja. En wat betekent dat dan, concreet? Dat betekent concreet dat ik me niet helemaal wil laten leiden door de omstandigheden van het leven en hoe het allemaal gaat. Maar dat we ook als christen stappen mogen zetten in geloof, in hoop, in de zekerheid dat God zorgt. Ja, lef is wel een woord waar ik van hou. Ja. Kijk, ik ook. Dus dat zijn we met elkaar eens. En met die opmerking gaan we naar Californië. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. And hello, visitors, and hello, church family. Thank you for joining us. The Bible says the same Spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells inside of us right now. May that Holy Spirit stir in you and give you the power to grasp the depth and the length and the width and the height of God's love for you. You are so loved. Amen. And if you're watching live on TV, we want to recommend that you share this, maybe start a viewing party or share it on your Facebook or wherever it is that you're watching. I have a message today that I think will encourage people during this tough coronavirus time. Let's begin with a word of prayer. Father, we thank you so much that you love us. Thank you, God, that you've not abandoned us. And we thank you that the future is a lot brighter than it feels. We just trust, God, that you are always moving us in the direction of what is good. Good for us, good for your kingdom. Lord, we thank you that every single day we can change and develop and make progress in our lives and become the kinds of people you called us to be. Lord, forgive us of our sins, renew us, restore us, help us to be more like Christ. It's in his name we pray. Amen.
Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord above. Hearts unfold like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the for the message, Romans 4, 1 through 5. What then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, discovered in this matter? If, in fact, Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does Scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now, to the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. However, to the one who does not work, but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Church family, faith pleases God. Amen. Tells me I will never measure love.
Shanna en Sophia waren de solisten bij het prachtige liedje You Say van Lauren Daigle. Ja, dat moeten jouw meiden kennen. Je hebt er drie. Ja, en die houden van muziek. Ja? Ja, zeker. Je zei net, en dat vind ik heel mooi, want het gezin is nu ongeveer het fundament, het houvast geworden voor mensen in coronatijd. En helaas gaan we dit nieuwe jaar ook weer met allerlei beperkende maatregelen beginnen. Vertel eens wat over je gezin. Hoe heeft die coronatijd beleefd? Nou ja, ik denk voor net als andere gezinnen die door corona heen moeten, met alle diversiteit. Ik heb 4 kinderen. De oudste is student en dat was best wel pittig. Dat is best wel pittig, dat zij die, waar het ook wel over gaat in kranten, dat zij echt die studententijd gewoon mist. De tweede die zit aan het eind van de middelbare school, dus die moet op zoek naar een opleiding. Dus we hebben de afgelopen maanden heel wat online voorlichtingsmomenten meegemaakt, allemaal via het internet. De derde die vond het prima, de lockdown, want die functioneert thuis achter haar laptop veel beter dan in een drukke klas. Zo gevoelig, die vond het ook niet. Ja, en mijn zoontje baalde vooral dat de wedstrijden van voetbal niet meer doorgingen. Dus met andere woorden, wij zijn een gezin zoals veel gezinnen, waarin we de hoogte- en dieptepunten hebben gevoeld. We zijn meer thuis geweest, meer samen geweest. Er is bijna nooit niemand thuis. Heeft dat de band met elkaar versterkt? Nou, we hadden gelukkig al een goede band. Maar het is, ja, je bent nog meer met elkaar. Er is natuurlijk, maar dat heeft natuurlijk ook een consequentie. En dat zullen ook allerlei gezinnen herkennen. Dat je elkaar soms een beetje voor de voeten gaat lopen in huis. En dat er op de duur discussies kwamen van, ja, maar als jij ook een Zoom-meeting hebt en ik ook. En dan horen we elkaar. En dan moet jij maar daar gaan zitten. Ja. Dus tuurlijk, dat speelt allemaal. Maar jullie kijken ook op hele mooie herinneringen terug van het afgelopen jaar. Zeker. Ik heb een filmpje opgeduikeld van je kinderen. Ja, je lacht. Ja, ja. Zullen we eens even naar kijken? Prima. Wat een leuk gezin. Wat de grappenmakers allemaal. Ja, nou, ze zijn ook heel serieus. Maar ja? Ik ben ontzettend dankbaar voor ze. Ja, ja, die 3 meiden op hun leeftijd en dan een poos daarna nog die jongen. De enige Amsterdammer in de familie, geboren en getogen. Ja. Over Amsterdam gesproken, jij bent predikant bij Hoop van Noord. Dat is een multiculturele kerk. Jij hebt mensen uit de top van de maatschappij, maar ook mensen die dakloos zijn. Ja. En alles wat daartussen zit. Dat lijkt me zo'n bijzondere kerk.
Ja, nou, dat is ook de diversiteit die we hebben. We hebben het vaak over cultuur, want dat is soms het meest zichtbaar. Hè? Nou, dat zijn er 25 tot 30, maar wij merken eigenlijk steeds meer dat de sociale lagen van de samenleving misschien nog wel diverser zijn. Gewoon ook omdat Amsterdam-Noord zo in elkaar zit. Ja. Daar wonen mensen met een boel geld, met goede banen en er wonen mensen die nagenoeg niet rond kunnen komen of niet rond kunnen komen. En dat zit in de kerk bij ons in ieder geval allemaal naast elkaar. Ja, en die helpen elkaar ook, hè? Dat vind ik leuk. Want de een neemt wat mee voor de ander. Zeker. Die niets heeft. Ja, we hebben best wel lang over gedaan om een goede diaconie op te zetten. Omdat in eerste instantie het gewoon allemaal in de kringen gebeurde. Jij hebt wat nodig. Nou, joh, dan... Dus dat is wel heel mooi. Ja. Je hebt een van je kerkleden die leeft op straat. Ja, op dit moment wel. Ik vind dat wel heel lastig. Ze heeft een boel meegemaakt. Ze heeft een aantal kinderen die nu niet meer bij haar zijn. En ik ben er ook wel achter gekomen dat het niet zomaar is, zeg maar, van... nou, daar bieden we even een oplossing voor. Want er zijn diverse oplossingen, maar ook allerlei redenen die ik ook gaandeweg ben gaan begrijpen, waardoor zij niet met die oplossingen in zee kan. En dat laat alleen maar weer zien dat het leven complexer is. Ook het leven in een stad, in deze samenleving met alle regelingen die we hebben. Dan dat je, het is niet zo van, nou, niemand hoeft toch dakloos te zijn. Voor iedereen is, in zekere zin is dat zo, maar het leven is complexer dan dat. Vorig jaar dachten we dat het leven maakbaar was. Ja. Dit jaar zijn we ingegaan met de zekerheid, het leven is zo breekbaar. Hoe merk jij dat? Wat mij geraakt heeft afgelopen jaar eigenlijk, is dat wij kennelijk als samenleving iets heel krachtigs hebben. Namelijk, we staan klaar voor elkaar. Dat is bij ons in de kerk ook gebeurd. Dat er opeens een heleboel energie kon gaan zitten in het daadwerkelijk ondersteunen van mensen die het echt nodig hadden. En hands-on, gezamenlijke passie en missie om goed te doen in de buurt, in Amsterdam-Noord, in de samenleving. Maar er is natuurlijk ook iets zichtbaar geworden waarin mensen zo tegen elkaar zijn gaan opstaan. Ja. En dat is... Ik zie dat op social media. Ja, hoe het is bizar. Ongelooflijk wat ik soms te lezen krijg. Dat ik denk... Kan dat nou? En ik denk ook telkens van, dat voor mijn gevoel was dat 5 jaar geleden anders. Nee, zeker. Hoe moeten we nou leven in het nieuwe jaar vanuit liefde? Hoe doe je dat? Nou, woorden waar ik de afgelopen weken eigenlijk een boel mee bezig was, die staan in Romeinen, ja. 15. Een brief van Paulus aan de gemeente van Rome. En dat raakt hem eigenlijk opnieuw, omdat hij daar zegt, mogen God die ons doet volharden en ons troost geeft. Die ons doet volharden, hè? Of dat nou om de corona-epidemie gaat. En ons troost geeft u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus 3 keer 1. Eensgezind, eendrachtig, eenstemmig. En als we dat zo leven, dan brengen we lof aan God de Vader. En ik hoop toch dat we het als christen onderling in ieder geval met elkaar eens zijn over het feit dat het doel van ons leven is dat God geëerd wordt. En op het moment dat we zo met ieders waarheden elkaar te lijf gaan, dan komt dit onder druk te staan. En dat vind ik echt moeilijk. Wat mij betreft is dat een groter gevaar dan die hele coronapandemie. Zo, dat zeg je wel. Ja, maar dat de liefdeloosheid toeneemt, het individualisme toeneemt, ieder zijn eigen waarheid, ja. De rechthebbendheid, ja maar, vind ik heel moeilijk. En ik hoop dat in mijn leven, dat van mijn gezin, dat van de gemeente die ik mag dienen, maar van een ieder, in Nederland en daarbuiten, we God durven te eren door eendrachtig en eenstemmig, eensgezind te leven, zoals Christus Jezus, die niet zijn eigen belang op het oog had. Die zichzelf gegeven heeft voor anderen. Die ook allerlei rechten had. En zo is het. En dit is de waarheid. Maar die zich liet slachten aan een kruis. Omwille van jou en mij. Dat is toch gigantisch. Als wij hardop zeggen dat we in navolging van hem willen leven. Hoe kunnen we elkaar dan met woorden bijna afmaken? Even los van dat het oké is dat we niet allemaal hetzelfde hoeven te denken. Ik vind het prima, want ik kan leren van iemand die er kritischer in staat dan ik. Maar laten we dat dan alsjeblieft onder 4 ogen of in een groepje doen. Elkaar in de ogen kijken vanuit de liefde van de Heer Jezus Christus. Ik word er wel boos van, merk ik ook. En verdrietig dat het ons dat zo slecht lukt. Ja. Wat is jouw oproep dan voor dit nieuwe jaar? Nou, mijn oproep zou in ieder geval zijn, luister naar elkaar en hou het heel dicht bij jezelf. Dus, joh, maar ik heb ontdekt in de Bijbel, of ik heb eigenlijk gemerkt toen ik op onderzoek ging, dat ja, deze dingen die gezegd worden over corona, volgens mij klopt dat niet. Dan heb je echt een ander gesprek als je zegt, als jij goed zou gaan lezen, kom je er ook wel achter dat.
We hebben een spreekwoord. Dit is de toon die de muziek maakt. Ja. En dat is echt zo. Ja. Als we naar 2000 jaar geleden terug gaan, toen Jezus op deze aarde 3 jaar, maar 3 jaar, hè, rondging. Wat was de kern van zijn boodschap die ook voor dit jaar geldt? Nou ja, wat mij betreft, ik denk dat je daar verschillend op kunt antwoorden. Maar de kern, denk ik, was dat hij ons wilde leren te leven tot eer van God. En dan daar natuurlijk... Hè, maar hij zegt ook, heb je naaste lief als jezelf. Die 2 geboden, God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. Sterker nog, uiteindelijk zelfs je vijanden lief hebben. Nou ja, laat staan je broeders en zusters die anders over bepaalde dingen denken of in het leven staan. En Jezus was natuurlijk ook duidelijk, doch liefdevol. Hè? Dus hij liet geen gras overgroeien wat hij ervan vond. Maar dat je niet die afwijzende houding bij Jezus zag... Tenzij mensen zich bewust volharden in religiositeit. De Joodse leiders, daar was hij scherp tegen. Maar alle anderen, liep hij mee, trok hij mee op, zat hij mee aan tafel, hoe zondaar ze ook waren. Nou ja, dat wil ik graag in dit nieuwe jaar. En dat kan ook volgens mij, dat we elkaar opzoeken, juist omdat we elkaar nodig hebben in een tijd waarin allerlei zekerheden om ons heen wegvallen. Ik vind het heel mooi dat jij dit nieuwe jaar opent met een mooie gedachte. Want Hour of Power begint op zondagmorgen. Dan krijgen we Kruispunt van KRO en NCV. Dan krijgen we BIEM, waar jij heel vaak spreekt. En dan presenteer je ook nog Nederland Zingt. Traditionele koorzang. Ja, ja. Dus wat een mooie zondag eigenlijk. Toch? Ja, nou, dat is ook zo. De mogelijkheden die er daarin zijn voor een ieder. Hè? Naast dat je ook gewoon de stream kunt kijken van je kerk. En daar zou ik eerlijk gezegd mensen toe willen aanmoedigen. Hè? Om de connectie te houden. Hoewel, ik geloof niet zo heel erg in streamen. In de zin van een beetje hetzelfde blijven doen als altijd. Maar dan nu. Maar je kunt daar iets moois van maken. Door mensen uit de gemeente even voor de camera te hebben. Dat je de connectie wel blijft houden met dat gezin waar de Heere God jou een plek heeft gegeven. Maar daarnaast is er natuurlijk een heleboel mogelijk. En dat zijn ook verschillende programma's. Hour of Power heeft een wat andere toon dan Beam. Een wat andere toon dan het Kruispunt. En Nederland Zingt. Dat is prachtig. Ja. Dat laat heel veel zien van de diversiteit en veelkleurigheid van God. En de uitdaging zou wat mij betreft zijn om ook uit al die verschillende onderdelen te zien. Hey, maar dit is ook mooi. Oké, dit is niet helemaal mijn stijl. En dat is oké. We zijn verschillend gemaakt. We zijn niet in eenheidsworst. We hoeven niet alles mooi te vinden. Maar laat dat oordeel achterwege. We hebben een gezamenlijk verlangen om eendrachtig en eenstemmig lof te brengen aan God. En daarom eensgezindheid die Christus Jezus van ons vraagt. Dat lijkt me een hele mooie gedachte om 365 dagen mee bezig te zijn. Nou, het is niet alleen een gedachte, het is ook een opdracht. Oké. Dus misschien moet je er ook wat voor doen om eensgezind te zijn. En daarvoor geeft hij ons de volharding en de kracht. Dus Paulus is ook wel zo reëel dat hij zegt, dat gaat niet helemaal vanzelf. Daar heb je iets hogers voor nodig. Nou, kom maar, Heilige Geest, dit is mijn verlangen, dit heb ik nodig. Ja. Jeje, wat een prachtige Bijbeltekst. En een oproep om mee af te sluiten. We gaan zo meteen naar het koor luisteren. Zingen het bekende U zij de glorie, opgestane Heer. Dat vind ik zo'n prachtig lied. Jij waarschijnlijk ook. Zeker. Ik kondig het regelmatig aan. Ik laat je niet met lege handen in dit nieuwe jaar naar huis gaan. Ik heb 2 cadeautjes voor je. Als eerste dit boek, Ik Ben, geschreven door Bobby Schuller. Wat mooi. Ja? Dankjewel. En het nieuwe boekje over de verloren zoon, de oudste zoon en de vader. Naar aanleiding van het gedachtegoed van Henry Nouwen. En daar moet ik bij vertellen dat Jurjen op de conferentie in september van Hour of Power gesproken heeft. En dat diepe indruk maakte. Ik weet dat alle conferentiegangers erg geraakt waren. En het goede nieuws is, Hour of Power blijft natuurlijk in beweging, dat we de 6e conferentie hebben van Henry Nouwen Hour of Power. In Helvoort weer, in het bezinningscentrum van 20 tot en met 22 september. We hebben bijzondere gasten, Bisschop de Korte, Leo Feijen, Albertine Lenen. Zij is de theoloog van het jaar en de bekende arts Gorka Tsjechian. Dus mag ik je dit boekje geven? Supermooi. Het is net uitgekomen. Ja, er staat een opdracht voor je in. Dankjewel. Wij gaan naar het koor. U zij de glorie, opgestane Heer, u zij de victorie, nu en immer meer. Glory, risen conqueror.
Well, for all of you who are at home, would you join me and stand and hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord? We're going to say this creed together. As we do every single week, let's say it together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Today we're beginning a series called Chutzpah, which we'll get to what that word means if you didn't grow up in L.A. or New York. But Chutzpah is a series on faith, that during especially this tough time, we can be people of faith, bold people who do great things for God, even though we have all sorts of new restrictions and changes. All of us are in this weird time where we don't know what's coming next in the world or in our lives. But I can promise you this, have faith in God, trust in him, and you're going to make better decisions. Your path is going to be straighter. The difficulties that you face, you'll be given divine strength to get through them. And God will prepare you for the season that is to come. There's something in the air with COVID-19. Aside from the virus, there's like a worrisome, anxious feeling that makes a drag on our creativity, on our projects, and on our work. And it makes it so easy to want to just do nothing, to stop growing as a person, to stop learning, to stop developing, to stop seeking after God, to stop memorizing the Word. And this lag, it puts a drain on all of us. But you know, you want to know something? I think almost everyone is experiencing this. I think almost everyone is feeling this worry that kind of always is draining our energy today. And you know what that means? That means if you are the kind of person, and you are, that says, yes, I feel these emotions. Yes, I feel this lack of energy. But today I choose to continue to develop as a disciple, to develop as a person. I choose that tomorrow I will be a step closer to my destiny than I am today. If you're the one in a million type person that does that, then when tomorrow comes, what would be setbacks for others are going to be opportunities for you because you've grown, you've read, you've learned, you've developed, you've gained wisdom, you've worked on your life as a person and as a disciple. In other words, this is my message for you today. Have faith and trust in the Lord that things are going to turn around, and by doing so, you will gain more energy. So become today the person that you need to be tomorrow. Don't wait until tomorrow comes to be the person you need to be then. Start today. Become today the person you need to be tomorrow. Let me tell you, becoming that person is a hard thing, not an easy thing. It takes practice, discipline, hard work, perseverance, good habits, and most of all, faith. And if today you become the kind of person that you need to be tomorrow, then when tomorrow comes, those setbacks, those traps that are going to be there for so many people that didn't take advantage of this opportunity, those things are going to be opportunities for you. So be ready, be prepared, have faith, and trust that things will turn around. I can't tell you how many people have said, especially when this thing started, Bobby, is the rapture going to come? Has the time come for the Lord's return? Well, my response is almost always the same. I hope so. I really do. There is a crown of glory for those who look forward to the return of the Lord. And be ready for it. Why wouldn't you be ready for something like the rapture? Why wouldn't you have your heart set on the Lord? Even if the rapture doesn't come, death comes for us all. And are you ready for that? Are you ready to approach the throne of God? Are you ready to look at the Lord in the eyes and take an accounting for your life? Do you know the Lord Jesus? Have you depended on him for your life and for your soul? If you haven't, decide today to become that kind of person. Decide today to be ready for that event. You should be ready for death. Because if you're ready for death, it won't be death for you. It'll be life. So prepare today
for the person you need to be tomorrow. Maybe God's going to use that to bring the gospel to more people. Can you imagine if I could tell the Apostle Paul that I, a pastor, am able to preach to millions of people around the world in countries all over the world in different languages, and that it would be so easy, I just have to get up here and do it, and that a team of people would make it possible so that you, whether you're in Hong Kong or Amsterdam or Sydney or Dallas, Texas, no matter where you are, you're able to receive and share in a global church environment where we worship the Lord Jesus together. Can you imagine if I told the Apostle Paul that? Well, he wouldn't have believed it. Or perhaps he would have, because Paul was a man of faith. So today we're talking about faith. Faith makes it possible to do this. Faith is trusting that even when everything's bad, even when everything is murky, when it's like the whole world is covered in fog, you say, I don't care because someone's holding my hand. Someone who sees when I am blind is holding my hand and is carrying me. And that person is the Lord Jesus Christ. If you're holding on to his hand tightly, there's nothing that can keep you from a great future. A great future is coming to you. If you seek first his kingdom and his righteousness, if you hold his hand through this tough time, you'll get where you need to be. That's what faith is. And it's in the first century, during the Roman Empire, that the Apostle Paul, maybe we can call him Rabbi Paul, is bringing the gospel to the Gentiles in a new and fresh way. And he is preaching that the Gentiles will not be saved by works. They should do righteousness. They should do what is good. They should do what is right. But that won't save them. What will save them is faith. And this is, of course, the gospel that we proclaim and the gospel that we believe, that God saves us just as we are, that he rescues us by faith, by grace through faith. And this is what Paul is preaching. And as he's doing this, there are other Christians who are deeply Orthodox Jewish who disagree with him. And they go to the Gentiles and they say, well, now that you are a Christian, you have to obey the food laws and you have to dress the right way. And you have to obey the views on Sabbath. And you can't do things like spit on the Sabbath. And you can't do things like eat kernels. Oh, and by the way, men, you need to be circumcised. And so this is creating problems in the church. And Paul continues, you see it through all of his letters, reemphasizing the idea that, no, we're justified through the righteousness of Jesus Christ. He was circumcised, so we don't need to be. He lived the law perfectly and gave his life on the cross so that he became sin, that we could become the righteousness of God. Okay, we know the gospel. The gospel is that you're saved by grace through faith. And one of the ways that he communicates this idea is through the story of Abraham. He says in Romans chapter 4, what shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, discovered in this matter? If in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. What does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now, to the one who works, wages are not credited as a gift, but as an obligation. In other words, if you work for someone and they pay you, they have to pay you. Right? However, to the one who does not work, but trusts in God who justifies the ungodly, their faith is accredited as righteousness. In other words, if it's not by your own works, then if it's by your works, it's like you earned it, you know? But if it's not by your works, it's a gift of a loving father to you. Just like, I'm going to rescue you. I'm going to forgive you. You don't have to do anything. You just have to trust in me. Isn't that great? Abraham is justified by faith. And the Hebrew word for faith that is used for Abraham is a word called chatsufo. Everybody use that guttural. For the Germans, it's easy. For the rest of us, it's pretty tough. Chatsufo. In this era of COVID, you make sure you're 6 feet away from someone before you say that word. Chatsufo, chatsufo. It means faith. And this is where we get the Yiddish word chutzpah, chutzpah, chutzpah. All right. Chutzpah is shameless audacity
impudence, you might say gall or nerve. It's the ability to abandon social norms to get something maybe you want. I love a story Lois Tverberg tells about chutzpah when she's in Jerusalem. And, you know, in Jerusalem, there's so much traffic. I remember when we were there, we had a tour guide that says one of the great things about Jerusalem is all of the lights come with noises, because every time a light turns green, every car honks instantly. If you're from Jerusalem, you know, like the light turns green and everybody goes, honk! So people in Jerusalem, tons of traffic, you know, and most people take the bus every day. I think it's called the egg bus or something like that. And you get on this bus, and it's so amazing to see the eclectic nature of these Middle Eastern folks, most of them Jewish, some Palestinian, others, getting on the bus, and they're different types of Jewish, you know, some Ethiopian or some Russian, but they're all Jewish, you know? And she tells the story about this lady who gets on the bus, and she doesn't pay the fare. She just kind of scuttles past the driver and goes and sits down in the front seat like this. And the driver looks at her, and everybody knows what's going on. He says, "Madam, where are you going? Madam, the fee, please, madam." And she looks out the window like this. And they are on a one-way street and in downtown Jerusalem, and there are cars backing up behind them. Everybody's honking. It's going like all of Jerusalem is coming to a halt because this lady will not pay the fee. And the driver, who also has chutzpah, he says, "Madam, the fee." She starts barking at him. He puts his feet up, puts the bus into park, turns it off. Keep in mind, there's still people behind them barking and honking. Opens a newspaper and begins to read. And this standoff is going on forever. Meanwhile, everybody in the bus is screaming at the lady and she's refusing to go. Finally, she gets off the bus and leaves. But that is chutzpah. That's her and him having chutzpah. It is this, I love that Lois Tverberg was, she's saying, you know, I'm from Minnesota. And we go out of the way to make sure that what we do is polite, you know, that we're well-mannered, that we don't violate these things. And she said it was such a lesson to learn that that is, in a roundabout way, the Hebrew word for faith. That idea that I just don't care, I'm going to press into God. I'm coming after God with all my heart. And as this series goes on, we're going to talk more and more about the stories in the Bible where you see this played out. And Jesus even teaches it in the parables, and we'll look at those. But this is the word, I believe, that Paul uses to describe Abraham's faith. And it looks like this. You know, Abraham was 75 when God said, at that time, Abram. He said, "Abram, leave the land of your fathers, the land of the Chaldeans, and go to the land I'm preparing for you. And I'm going to make you into a great nation, and you're going to have all these children." And Abram, it hasn't happened yet, and he's feeling frustrated at God. And he cries out to God, and he says, "Lord, when am I going to have my child?" And he's sad because he says, "This promise is not going to come to pass, and all of my stuff is going to go to my servant, and I'm not going to have any kids." And God comes, and he says, "Abram," you know, takes him by the hand, takes him outside, out of the tent, and shows him the starry night. You know, I know I've told this story a million times. I love Abraham. But at this time, he's Abram, great father. This is a real desert picture of a starry night. Can you imagine that? Can you see the little photographer in the bottom? He says, "Abram, look at the stars of the sky. Look. Your children outnumber these stars." And you know what Abram said? You know, imagine God giving you a promise, and he's showing you the stars, and it's this meaning where he goes, "How do I know?" That's chutzpah. "How do I know? Prove it to me. How do I know?" And this is where God makes covenant with Abraham. And Paul says, and the Torah says, that when God told him this, that he believed God, and God credited to him as righteousness. See, faith pleases God. When God tells you something, and like a child, you just believe and you trust and you take his hand in the middle of the fog. He loves that about you. He loves your faith. He loves your boldness. He loves that
unlike the other king's servant, you're like a king's child who doesn't mind coming into the king's bedroom at 3 a.m. to ask for a glass of water or a cookie or to go on a walk. That's the kind of chutzpah faith God wants from you. That's the kind of faith you have, and never lose it. Believe and trust during this tough time when everyone says it's bad and it's getting worse. Believe you're the kind of person that's preparing for a world that's gonna be better. Believe that you already live in that world. It's called the kingdom of God. And trust that while you're here, God's going to prepare you today to become the person that you need to be tomorrow. Become today the person you need to be tomorrow. Trust in Him. Don't make the mistakes of laziness, apathy, procrastination. That's what everybody else is doing. That's not you. Don't be like the 99. Be like the one who says, I will not be lazy. I will become today who I need to be tomorrow. When you can't plan, and who can plan today? You can train. When you can't plan, you can train. You can prepare. Paul says that he's finished running the race, and that being a disciple of Jesus is like being a marathon runner. You know, if you wanted to go out today, unless you're Bill Gaultier or some other in-shape person, you probably can't go out and run a marathon today. But you could if you prepared. You could if over the next few months you trained and you ate right and you started running a little bit and then running a lot, you could run a marathon. And that's what life is like. It's not about just arriving at a marathon and going. It's about being ready when everybody else is being lazy. It's preparing when everybody else is just being entertained. It's being that unique, special person that you are that says, today I'm going to learn the word. Today I'm going to learn a skill. Today I'm going to become the person that God needs me to be tomorrow. And when that time comes, you'll be so glad you did. I know many of you are doing it now. Keep doing it. Keep reading. You know, the average, you say, I'm too busy to read, or I'm too, you know, the average CEO who tends to work 60 to 80 hours per week, the average CEO in a recent study reads 60 nonfiction books per year. If they can do it, you can do it. And you can do it for something better, for the sake of the gospel. There's so much information on YouTube and masterclasses and so many things that you can do today to become the person you're going to be tomorrow. Hear this, friends. Your habits are perfectly designed to give you the results you're getting. Change your habits. Change a little thing. I know everybody says have big goals, and I like big goals, but maybe have a small goal for once. Maybe decide you're going to read just not one chapter, but one verse of the Bible every day. Maybe you're going to watch not a long master class, but a 2-minute video on some skill you want to develop. Just start doing little things in your life. And more than anything, follow Jesus today. Stop waiting to make that choice. Many of you are riding the fence. You know that following Christ means there's going to be some things in your life you're going to have to walk away from. Some things that you really enjoy. For some of you, it means there's going to be a friendship or a relationship or a job you're going to have to walk away from. But that choice is a choice you need to make, not tomorrow, but today. All joking aside, we never know when the rapture is going to happen. We never know when death will come for us. But when it comes, be ready for it. Become the person today you're going to need to be when death comes for you. I know many of you are, but make a choice today to follow Christ with all your heart. Don't be a half Christian. Don't be a Christian in name only. Be a disciple. Be someone who's totally committed to the Lord, and make that commitment today. Don't wait another second. Follow after Christ with all your heart today, and your life will never be the same. You don't have to do anything except this. Believe and make a choice today that for the rest of your life, you will follow after Christ with all your heart and all your soul, and you will be saved. Love the Lord with all your heart and love your neighbor as yourself, and you will live in eternal life. That's a promise from the Word of God. Friends, thank you for joining us today. And I want to pray with all of you who are going through tough times. And I also want to pray for those of you who want to receive the Lord today.
Father, we come to you in Jesus' name. And for those of us who are already disciples and seeking after you, we pray, God, that you would prepare us professionally, that you would prepare us academically, that you would prepare us biblically, that you would prepare us with faith, that you would fill us with Holy Spirit power, that you would bring to the forefront our spiritual gifts. And for those of us who have walked away or don't know you, Lord, forgive us of our sins, Lord. Forgive us of our sins. We cry out to you, God. Help us to walk in your ways, to seek after what is good and not what is evil, to love what is good and hate what is evil, and to seek after you with all our heart, to love you and to love our neighbor with all our heart, to love our enemies, to love the people that criticize us and hate us and put us down. Help us to feel real love in our hearts for them and for you, God. It's all we want. And we ask this in Jesus' name. Amen. Well, thank you so much, friends, for joining us today. I hope you were encouraged today and not put down. I want you to know we love you. We're on your side. We're rooting for you. We are so with you. Whether you're a Christian or not, we love you so, so much. And we hope that you come to know the Lord. And if the time is not right, we pray that the Holy Spirit will continue to show and sort of lift the veil and help you come closer to him. We know that it'll be a great thing for you. And we're so glad that you joined us today. If you're at home or wherever you are, please rise for the benediction. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 May his favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. He is for you.
Een mooie oproep van Bobby Shula aan het begin van dit nieuwe jaar. Wat doet hij dat met groot enthousiasme? Leven met lef. En dat heb je zeker in deze tijd nodig. Nou, we zijn het nieuwe jaar begonnen. En Hour of Power heeft ook een aantal activiteiten. De Henri Nouwen-conferentie in september. Maar ook een reis naar het Jeruzalem van het Noorden in mei. Met heel veel Hour of Power-kijkers naar Macedonië. Alle informatie is te vinden op onze website www.hourofpower.nl. Volgende week is mijn gast een zeer enthousiaste jonge dominee. Hij heet André van der Graaf. En hij komt uit een gemeente die ongeveer het zwaarst getroffen is door corona, Heerde. 87 mensen overleden daar, 20 in zijn kerk. En zelf heeft hij ook ernstig corona gehad. Maar hij heeft het over de golven van het leven. Dat je soms in het dal zit, maar dat je ook weer erbovenop kunt komen, bovenop de golf. Ik denk dat het een heel inspirerend verhaal gaat worden. Iedereen, heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power. En ik hoop toch zo dat we in het komende jaar met al die afleveringen die we mogen maken, dat we u mogen bemoedigen met wat we horen van Jurjen. Saamhorigheid, eendrachtig, gedreven door de liefde van God. En dan wordt het een heel mooi nieuw jaar. Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Shuler. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.